Mensen kijken hier dus massaal naar, net als jouw uh, programma, wat ook al op zaterdagavond, geloof ik, moet ik het nou goed zeggen, wie, uh... wie van de drie? Ja, wie van de drie. Uh, dat, dat loopt ook helemaal, helemaal eigenlijk goed. Er kijken veel mensen naar. Het zijn dingen die mensen ook al van jou, van jou kennen, zeg maar, waar ze dus graag naar, graag naar kijken. Maar en, vlak na jouw overstap naar SBS ging het toch eigenlijk niet per se direct florissant. Toen werden er best wel veel mensen ook die negatief deden. Als je naar de jong die haar columns klaar had. Hoe heb je dat ervaren? Uh... Ja. cijfers die achterbeleven toch naar wat je gewend ja, was eigenlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja, dat, ik, ik had eigenlijk niet anders verwacht. Hm. Uh, ik denk dat het een mindset is, die, die, uh, hoe je in zo'n avontuur stapt. En ik wist wel wat ik deed. Ik weet nog dat uh, mijn lieve collega Martijn Krabbe tegen mij zei van... Lieve schat, wat ga je doen? Je moet jezelf weer helemaal opnieuw bewijzen. En toen dacht ik, ja, maar dat is dus eigenlijk toch stiekem wat ik weer wil. En dat kost tijd. Ik bedoel, ja, je, je, ik, ik heb echt wel bedacht dat het me niet zou gelukken om, om binnen een half jaar of een jaar uh, weer torenhoge kijkcijfers te scoren. En ik ben heel dankbaar dat het, uh, dat het best wel gelukt is, eigenlijk. Ja toch nog nou. wel, ja, dat het toch weer nu gelukt is en dat mensen weer maar snel ja. kijken. Ja. Nou, en dat kan zaterdag weer, hè? Dat van zaterdag. Dat mag om jij om nog 8, even melden. Om achter de dienstmededeling. Uh, laatst lacht op SBS6. Ja, kijk toch altijd naar. Dat is toch algemeen bekend. Uh, Wendy, heel veel plezier. Dankjewel. wel. Ja, We gaan even jou. terug.